Oké, welkom bij deze tweede tutorial van de Ubiquiti Nanostation AC. En hier gaan we bekijken hoe je deze kan instellen als access point. We halen hier de browser erbij natuurlijk. We gaan naar https 192.168.1.20, want deze is het default IP-adres van de Ubiquiti toestel. Oké. Login. We hebben dit al gedaan. Dus ga ik hier nu admin gebruiken en als paswoord zo, oké. We zijn nu hier nu aanbeland aan het dashboard. Hier kan je nog niet veel aanvangen natuurlijk, maar we gaan nu naar hier, settings. En wat gaan we eerst en vooral doen? We gaan de waardesmode gaan we op access point, point to point. Oké, goed. Dus als SSID, dus de Service Set Identifier, dat gaan we hier noemen, dus UBNT test. De channel width gebruik ik steeds de 20 MHz bandbreedte, omdat met deze bandbreedte een stabielere link kan worden bereikt. En dit vind ik nog altijd het belangrijkst. Goed, we kunnen eventueel bijvoorbeeld tot 80 MHz gaan, maar de snelheid zal wel vergroten, maar de link, de stabiliteit, gaat flink naar beneden. Dus ik blijf hier bij de 20 MHz. Oké, goed. We gaan even kijken naar de control frequentielist. Zo. En je kan hier bepaalde frequenties gaan aanduiden. Je kan eventueel alles gaan aanduiden. Of je kan zeggen, ik wil hier gebruik maken van de 5,180 GHz. En de 5200 en deze. Klik hier op OK. En wat zien we? Deze kanalen gaan worden gebruikt en de anderen worden uitgesloten. Goed, dus hier heb je de keuze tussen deze kanalen. Ik gebruik nu hier 5200. Dus 5,200 gigahertz. Goed, oké. Wat moeten we hier nog doen? We zien hier eerst en vooral de veiligheid, de WPA2 security. Is dus personal. En je kan eventueel, en ik ga even kijken. We gaan hier een paswoord ingeven. Oké, goed. Maar toch hier zo testnet. Voor te kijken of dat alles in orde is. Wireless Network Protection kan je niet gebruiken. Waarom niet? Omdat deze juist kan gebruikt worden indien je met twee Ubiquiti Nanostation AC toestellen werkt. Anders kan je dit niet gaan gebruiken. Dit is een extra beveiliging die de AirMax in feite gaat beschermen. Oké, voor de rest zien we hier de antenna gain. Is op 13 dBi. En de output power is
10 dpm. Hier zie je Auto Adjust Distance. Bij een access point dicht in de buurt kan dat geen kwaad, dat mag blijven. Maar indien je een point-to-point verbinding gaat maken met zowel een access point als client, ga je deze gaan uitschakelen en de distance kan je hier met de hand gaan ingeven. Neem nu bijvoorbeeld 3 kilometer en op deze manier kan je de afstand gaan regelen en neemt alsjeblieft een klein beetje meer afstand dan in werkelijkheid. Neem nu een distance van 2,5 kilometer. Geef deze eventueel een 3 kilometer. Oké, wat gaan we nu nog doen? Ik ga dat hier weer terug dus uitschakelen, omdat we hier gewoon een access point aan het maken zijn. We gaan hier dit gaan inschakelen indien je een gebied hebt waar veel access points aanwezig zijn. En dit wil zeggen dat deze schakeling deze storingen wat onderdrukt. Indien je dat niet doet, als je in een vlakte waar er geen access points zijn, kan je deze gewoon gaan uitschakelen. Oké, we gaan Save Change en we gaan Disable Management Radio. Zo. Oké, dat is al eerst en vooral wat betreft de wireless settings. Oké, goed. Wat we nu gaan doen, gaan we even kijken naar services. En je kan hier een Ubiquiti Network Management Systeem gaan ingeven, maar dit gaan we achterwege laten. Neem nu dat je verbonden bent met een MikroTik router en die geeft als IP-adres een 192.168.88.1, kan je een ping watchdog gaan inzetten, dus hier, en geef je hier het IP-adres van de MikroTik router aan. En deze NanoStation gaat gaan pingen naar het IP-adres van de MikroTik router en indien deze niet kan bereikt worden, gaat de NanoStation gaan heropstarten. Het is dus de bedoeling daarvan. Oké, als je dit hebt gedaan bijvoorbeeld, kan je hier dit gaan aanvinken op on, zodanig dat er een support info wordt opgeslagen zodat je weet wat er eigenlijk is gebeurd. Oké, dit gezegd zijnde gaan we terug uitschakelen. De SNMP agent heb je hier public contact location. Dus ik raad natuurlijk de SNMP community public nooit niet aan. Neemt eventueel een andere naam en contact kan je uw e-mailadres inschrijven en locatie kan je dus de locatie gaan ingeven waar de NanoStation zich bevindt. Dus de SNMP agent zorgt ervoor dat de NanoStation kan worden gemonitord. Is de link nog goed? Is hij niet vastgelopen? Reageert die op pings enzovoort. Oké, goed, we gaan dit gaan uitschakelen nu. De webserver kan op twee manieren worden aangesproken, namelijk secure, dus met HTTPS, waar een versleuteling op zit, en serverpoort 80. Ik raad dat niet aan, want indien je deze gebruikt, kan je gewoon de gebruikersnaam en het paswoord uitlezen. Gebruik steeds HTTPS, altijd. Hier de serverpoort, SSH server,
Ik zet dat steeds af. Eveneens Telnet server, Mac Telnet server enzovoort. Indien je hier nu een remote log hebt en je hebt een syslog server, kan je deze gaan instellen zodanig dat het log weggeschreven wordt naar de server. Klik op On. Remote log IP adres. Kan je hier het IP adres gaan geven van de server en de remote log poort. Dit is ook wel belangrijk om te weten wat je hier allemaal kunt mee aanvangen. Indien het niet allemaal duidelijk is, mag je me daar zeker over aanspreken via e-mail info@waarlesinfo.be en ik zal deze spoedig mogelijk beantwoorden. De Device Discovery is dus speciaal gemaakt voor dus de UBNT Discovery tool en wat ik eigenlijk doe is deze afzetten. We weten toch het IP-adres, hè, want we gaan dat opschrijven bijvoorbeeld of we gaan daar een planning van maken enzovoort. Discovery ga ik af gaan zetten. Save change. Is volledig in orde. Nu bij System hebben we hier de firmware version en je kan kijken naar updates. Maar ik weet nu, ik heb hier al een firmware update uitgevoerd en ik zal deze later nog wel online zetten, maar voorlopig kan ik het niet meer doen. De device name bijvoorbeeld kan je hier NanoStation 5AC Loco, maar je kan zeggen AP hoe gaan we dat noemen? Dus als er een AP op een speelplaats, bijvoorbeeld in een school. Dus speelplaats. Technische vorming, bijvoorbeeld. Dan weet je, deze device hangt aan de speelplaats technische vorming. Zeer gemakkelijk. Goed, interface, language, English, dat mag blijven. AirView is ook een mooie tool als je ziet dat er veel geruis op zit. En met geruis bedoel ik dat er veel storingen zijn die de link beïnvloeden. Dan kan je met AirView gaan kijken wat er eigenlijk scheelt. Goed, dat is wat System betreft. Zo'n beetje vlug gedaan, maar... En we gaan bijvoorbeeld save change. Oké, en nu zijn we hier aangebeland bij het netwerk. Dus network. Als access point mag je gewoon de bridge gebruiken. En hier kan je het beste een static IP-adres gaan ingeven. Neem nu dat je MikroTik router of een andere router het IP-adres 192.168.88.1 heeft, kan je in deze range, dus 192.168.88.2 nemen bijvoorbeeld. Ach, ik kan dat hier nu niet doen, want wat gaan we hier tegenkomen? Dat ik de verbinding verlies en ik ga deze wel gaan tonen in een andere tutorial. IP versie 6 doe ik uit. Ik gebruik dat nog niet. Er zijn veel gewone netwerken nog op een school of bedrijven die dat nog niet gebruiken. En indien je hier nu hebt gedaan, kan je save change. Het werkt wel iets anders dan de traditionele NanoStation. We gaan het laten voor deze tutorial.
Je hebt gezien hoe je dus een access point moet instellen. Ik heb hier nog niet veel ervaring mee gehad, maar het is toch een prachtig toestel. Dank u voor je aandacht en hopelijk bent u er ook bij een volgende tutorial.